Dit is ook een hal waar het altijd heel druk is, want hier kijken watersporters naar de nieuwe apparatuur voor op hun boot. Dieptemeters, fishfinders, dat soort zaken, dat zie je hier allemaal. Maar er zijn ook spullen om je boot beter te maken. Bijvoorbeeld beter bestand tegen condens. Hoe werkt dit, condensvrij? Dat bestaat toch niet? Nee, dat zou je inderdaad zeggen. Nou, dat bestaat inmiddels wel. Wij maken patrijspoorten en die maken we volledig van kunststof. Oké. Kunststof die geschikt is om voor die toepassing te produceren. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk geen kougeleiding hebt. Oké, zoals met aluminium, dat geleidt natuurlijk heel goed de kou. Ja. En dit is kunststof die dat veel minder doet. Ja, ja. Niet. Niet? Nee, het is gewoon echt een onderbreking. Dus hij is ook dubbelschalig en hij wordt geïsoleerd gemaakt. Ja. En we voeren ze ook uit met dubbel glas. Okay. En dat maakt dat je een condensvrije patrijspoort kunt leveren. We hebben drie maten. Eén keer met kogel rond en één keer met 4 keer radius en de hogere variant. Ja. En dit zijn maten die veel voorkomen ook in de aluminiumwereld. En die zijn dus vrij eenvoudig uit te wisselen. Dus je hebt een wanddikte nodig van tussen de 4 en de 20 mm. En dan zet je gewoon met deze schroefjes zet je die tegenrand er tegenaan. En dan kun je hem als het ware heel makkelijk vastzetten. Dat zou ik zelfs kunnen. Ik denk dat jij dat ook kunt. Ja. Ja. Het is wel leuk om even te laten zien. Deze poort staat er dus open. Dus een klappoort met dubbel glas erin. En als je de klemmen waar je normaal gesproken de poort mee dicht doet, weer losmaakt en je zet hem open, dan hebben we daarvoor gemaakt eigenlijk een tweede deksel met daarin een horgaas, ja, en op de buitenkant een regenkapconstructie, waarbij dus als je deze plaatst in een poort die open staat, er geen regen binnenkomt en ook geen ongedierte. Dat waarin onderscheidt Topwind zich van anderen? Ja, nou eigenlijk twee dingen. Ik denk dat vooral het feit dat we een profiel hebben wat niet condenseert heel erg onderscheidend is. En we leveren full service. Dus dat wil zeggen, als een consument zijn ramen wil wisselen, dan kan die heel eenvoudig bij ons op de website een offerte ontvangen. En vervolgens gaan wij op locatie inmeten. En daarvoor mogen de bestaande ramen blijven zitten. Ja. En als dat gedaan is, dan gaan we de ramen naar wens produceren. En op het moment dat ze geproduceerd zijn, rijden we opnieuw naar het schip toe. En plaatsen wij met onze monteurs de ramen in de boot. En nu ontstaat steeds meer de vraag, ja, maar kom ook alsjeblieft met dekluiken of met, ja, dakluiken. En dat is best nog wel complex en daar zijn we ook een beetje, staan we nu mee in de kinderschoenen. Ik denk dat dit bouwnummer 34 is of zo, dus dat is nog in de testfase. Heel, ja. Ja, maar het is een luik met dubbel glas, die op deze manier open gaat en die we qua profiel losmaken van het schip. Dus in ieder geval afstand maken waardoor de koude doorslag van het staal meestal, ja, niet bij je profiel komt. Okay. Dus deze dient eigenlijk nog eens een keer als een scheiding tussen de materialen. En dan komt die iets omhoog en dan heb je dus een condensvrij luik.